Wij organiseren vandaag we Ladies Day. Dat is een dag dat de dames verwend worden door de heren. We hebben hier een hoop dames die heel veel voor onze vereniging doen. En wij als heren zijn altijd heel gelukkig dat we de één dag in het jaar iets terug mogen doen voor ze. Ik heb overigens weinig heren gezien. De heren die er zijn, die zijn ook aan het werk. Hè? Dus als het goed is, zie je ze niet, want dan zijn ze aan het werk. Je ziet ze achter de bar staan, je ziet ze bij de broodjes staan. Je ziet ze rondlopen om de spullen op te halen. En straks komen er weer een aantal heren die komen hierheen voor de boel weer helemaal op te ruimen. We zijn, vorig jaar hebben we ons nieuw clubgebouw hebben we gekregen. En daar zijn we heel erg blij mee. En daar zijn we ook heel erg trots op dat we dit nou mogen hebben. Alleen ja, nu kunnen we er geen gebruik van maken. Nu spelen we lekker buiten. Maar van de winter, dan mogen we weer naar binnen. Onze vereniging telt op dit moment 113 leden. En er kunnen er nog een stelletje bij. En hoeveel doen er vandaag mee aan het toernooi? Vandaag hebben we 51 teams, dus dat zijn 102 deelnemers. Eén vraagje, zeg je eigenlijk Jeudeboel of zeg je Petank? De complete naam van alle balspelen, dus met ijzeren ballen, dat is dus Jeu de Boule. En de vorm die we hier spelen is petank. Maar in de volksmond ja, zegt iedereen, we gaan boelen. En we gaan Jeu de Boule. Want hier wordt er ook met ijzeren ballen gespeeld. Ja, en dat is dus een van de vormen van Jeu de Boule. Maar de vorm petank die komt dus uit de Franse Provence vandaan. Daar zijn ze ermee begonnen met deze vorm. En die is dus ook overgewaaid naar Nederland. En die wordt hier in Nederland ook gespeeld. En eigenlijk in de hele wereld. Oké, bedankt voor het gesprekje. En we gaan even genieten van het spel. Ik wens jullie vandaag heel veel plezier. En de dames die hebben het al dus.